Je zit op een dag niet zomaar in 2 meter sessies. Er moet iets gebeurd zijn. Ergens ooit een incident. Iets ergs misschien wel. Sommigen zullen ervoor moeten teruggaan naar de tijd dat ze zuigeling waren. Anderen stuiten in hun pogingen het levensraadsel op te lossen. Later op het struikelblok dat hun leven zo'n knauw heeft bezorgd. In mijn geval was dat het accordeon. De trekharmonica heeft veel leed op zijn kerfstok. Menig kind kan erover meepraten. Een muziekstuk als de 12 rovers heeft 1 mol en 2 bessen. Radeloos. Woensdag 5 uur was er accordeonles en om 4 uur moet je dan nog gauw even oefenen. Want de hele week natuurlijk weer niets gedaan. Ik kreeg als kind een langdurige depressie toen de linkerhand, de bassen, er na 3 maanden bij kwamen. Ik kreeg les van de heer Harry Calypso, hetgeen niet mocht baten. Het accordeon heeft mijn persoonlijkheid gevoelig beïnvloed. 1 maal per jaar was er namelijk ook nog uitvoering van onze accordeonvereniging Combrio. 40 slachtoffertjes van de accordeonenmaffia zaten dan achter door hun vaders gefiguurzaagde muziekstandaards op het toneel van Café Smit. Een muzieksleutel in de naam van onze vereniging, Combrio. Er schuin opgeschilderd, onze angstige kopjes al verscholen achter kolossale honers, de middenvinger van de linkerhand, al op het knopje met de deuk erin, de C-bas. De 12 rovers deed je met z'n allen en voor iedere leerling was er dan ook nog een solo weggelegd. Dat was het ergste. Je ouders had je voor de grote uitvoering nog snel een reusachtige 120 bassen gekocht en je kon dus absoluut niet meer over de rand van het klavierbord heen kijken om de juiste noot aan te slaan. Ik herinner me hartverscheurende pogingen van vriendjes die nog jonger en dus nog kleiner waren dan ik om hun kin over het bord heen te krijgen en zich eraan vast te hechten. Soms lukte dat inderdaad, zodat ze na afloop van de 12 rovers door vader of moeder uit de benarde positie moesten worden verlost. Vader sloeg een kind meestal recht onder de kin een eind omhoog en moeder ving dan eerst de peperdure 120 basser op en maakte daarna pas Henkie weer bij. Het was een verschrikkelijke jeugd en daarom sta ik hier. Laatst zag ik mijn parelmoeren Paolo Soprani op zolder staan. Ik vond het een mooi ding. Ik kon me niet voorstellen dat ik het zo had gehaat. Ik ben dus weer aan het oefenen. Teksten schrijven doe ik ook. Een beetje erbij rappen. Wat Zuid-Amerikaanse salsa kan ik ook verzorgen. Nee, het gaat tegenwoordig weer heel goed met mijn muziek.